Goedendag. Welkom bij weer een nieuw middelmoment. Vandaag gaan we het over specialistische bits. Dat wil zeggen bits die een andere vorm hebben dan de normale kruis, sleuf of Philips aandrijving. In de automotive sector worden ze tegenwoordig vaak gebruikt. Puur om te ontmoedigen dat een vrije garage eraan kan sleutelen. Wij hebben vaak wel een oplossing voor al dat soort problemen. Om bijvoorbeeld aan te kaarten de luchtmassameter. De luchtmassameter zit met een beveiligde vijfkant, ik noem maar even Torx, vastgezet. Er zit ook nog een beveiligingspen in het midden, zodat u eigenlijk dat met de normale tools niet kunt loshalen. We hebben daar bijvoorbeeld de VKB Z7 voor. Er zit een zevental van die specialistische vijfkantige bits in met een gaatje in het midden. Middels een ratel, bijvoorbeeld een ratel, kunt u dat soort componenten dan toch loskrijgen. Die passen uiteraard perfect in de diverse maatvoeringen. Op die manier kunt u die componenten toch loshalen. Vijfkantige Torx noem ik het dan maar even. Tegen zijn diverse andere speciale maten bits te verkrijgen. Een sleuf met een gaatje erin, vijfkant inbus bijvoorbeeld, een tree-wing. Specialistische bits is een heel gamma in te verkrijgen. De luchtmassameter set is te zien en terug te vinden op luchtmassameter in die tekst in te geven. En anders zijn alle specialistische bits onder bits terug te vinden. Dit was weer het nieuwe middelmoment. Bedankt voor uw tijd en aandacht en tot de volgende keer.